Welkom bij onze 83 vlog. And then we're gonna see the baby. Not my baby. Hey baby. Hey, baby. Hallo baby. Alleen toen je het hartje luisterde, toen kreeg ik het wel een beetje zwaar. Shielder make-up vlog komt eindelijk online. Daar hadden we zoveel vragen naar. Wees niet bang om te veel concealer te gebruiken. En Frankie wordt deze week geopereerd aan zijn knietje. Ik ben op van de zenuwen. Soms denk ik wel, ik ben al zo bezorgd om mijn hondjes. Hoe gaat het thuis met een baby? Ik en mama zijn onderweg om onze pruikjes op te halen. Oh, nice. Heel leuk. Oh, dat is zo. Dan doe je dit toch? Welkom bij onze 83 vlog. Marie wil jullie even allemaal bedanken voor de lieve felicitaties die ik allemaal heb gekregen. En alle leuke tips. En voor de babykamer heb ik heel veel tips gekregen. Ook van heel veel bedrijven en meisjes. En veel felicitaties. Super lief. En voor de 120.000 views. Dankjewel. En dat is ook echt wel een oprechte hele mooie vlog. We hadden echt... We hebben niks eruit geknipt, alles erin gelaten en gewoon ja. Hoe het is. En iedereen vond het ook hartstikke fijn dat ik het met wilde delen met jullie. En ook met Chill en iedereen erbij. Dus zolang er allemaal positieve reacties zijn en niks negatiefs, dan blijf ik dit gewoon doorvloggen. Dus dat is ook helemaal de bedoeling. Wat gaan jullie in deze vlog zien? Jullie gaan zien hoe ik pruiken bij Real Hair Online ga ophalen voor onze fotoshoot in Rotterdam met Cooper. Ja. En Frankie wordt deze week geopereerd aan zijn knietje. We gaan de nieuwe producten van Clay & Clo gebruiken en demonstreren. En ook gaan we met het hele gezin naar de eerste pret-echo. Zien ze voor het eerst onze kleine babytje. Dus ons kleine meisje kan ik nu zeggen. En ik laat mijn make-up tutorial zien naar alle veelbeloofde promises. Ik zie eindelijk in deze vlog. Dus blijf kijken, blijf abonneren en love Reiners. Oké, vandaag is niet zo'n leuke dag. Frankie heeft namelijk hetzelfde probleem wat Cherie echt tijd geleden had. Patella aan beide knietjes. Dus vandaag is zijn eerste knietje aan de beurt. Opereren, hè Frank? En aangezien ik gelukkig wel ervaring mee heb, heb ik al het matras alvast bij de bank gezet. Zodat we hier vanavond kunnen slapen. Aangezien hij waarschijnlijk wel veel last gaat krijgen en ik wil bij hem slapen. En we gaan weer naar het medisch centrum in Amsterdam. Cherie gaat ook even mee. Ik ben op van de zenuwen. Ik moet alleen maar plassen. En natuurlijk niet goed voor mij en de baby. Maar ja, hè, stress. Soms denk ik wel, ik ben al zo bezorgd om mijn hondjes. Hoe gaat het thuis met een baby? Maar ja, het is ook helemaal niet leuk. Ik adviseer ook echt niemand, maar ook niemand om deze hondjes ooit te kopen. Het blijft gewoon een doorgevoerd ras. Echt, wat een ellende zeg. Hij is nu nog lekker druk. Maar straks mag je 6 weken niet rennen. Dus geniet er nog maar van. En voor degene die nog niet onze vlog keken toen Cherie werd geopereerd. Hij heeft dus een los knieschijfje die iedere keer uit de kom gaat. En dat is dan, op een gegeven moment wordt dat zo erg dat het opeens op een gegeven moment gaat slijten. Dus je moet het wel opereren, je hebt geen keus. Of tenzij je hondje wil inslapen, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Dus we gaan nu aan zijn rechterpootje beginnen en ik hou jullie even op de hoogte als hij wakker is. Vanwege de corona mag je ook niet mee naar binnen, dus dat is nog voor mij nog een extra stressmomentje. Maar ja, misschien beter. Misschien voelt u dan ook niet meer angst als ik binnen ben. Maar meestal vind ik het wel fijn om allemaal er van tevoren bij te zijn. Ik heb ook al een heel lijstje opgeschreven wat ze moeten doen voor mij. En ze gaan me bellen voordat ze me onder narcose brengen. Dus wens ons succes. Heel grappig. Eerst genderparty ben je heel gelukkig. En nu weer hele andere emoties op de maandag. Maar goed, that's life. Hij is thuis hoor. Tot nu toe wilde hij alleen maar binnen mijn bed waren. Zo bij me zitten en niet liggen. Dus dan houden we hem maar zo even vast, hè. Ja. Alles is goed gegaan. Even kijken, hoe is het met kleine Frank? Inmiddels gaat het goed met Frankie. Hij is natuurlijk alleen wel een pup, druk en net 1. Dus het is wel echt lastig om die benchrust te houden. Zoals jullie horen hem ook hijgen. Dus je er helemaal klaar mee. Dus we zijn af en toe dat we wel even 10 minuutjes even gewoon laten lopen. Niet rennen, gewoon puur op het kleed. Maar meestal van de tijd zit hij gewoon in de bench. En hij slaapt ook in de bench en hij rust ook uit. En als we gaan varen zit hij ook in de bench. Dus hij is eigenlijk heel erg braaf. Dus tot nu toe gaat het gelukkig allemaal goed. Zo, goedemorgen girls. Het is nu vandaag vrijdag en ik heb alle emotionele dingen meegemaakt. Ik ben nu pas aan het bijkomen van de mega geweldige genderparty en al jullie lieve reacties. Ik heb echt nog niemand gereageerd, echt heel asociaal, maar ik ben gewoon helemaal om een roze wolk nog. De story daarvoor komen jullie snel mogelijk natuurlijk allemaal op terug en ook jullie reacties. Ik ben super blij. Ik voel me hartstikke goed en ik ben heel gelukkig. En ik draag vandaag het bikershortje aan en dan zie je echt ook al die babybuik. Het is echt opeens echt heel snel aan het groeien. En ik draag nog steeds de maat S. En er zit echt heel veel stretch in. Dus super leuk. Het wordt nu echt allemaal een beetje officieel. Omdat ik gewoon nu weet wat het wordt. En je gaat nu naar babykamertjes kijken. Kraamverzorg heb ik nodig. Moet je inschrijven voor de crash. Dus het is wel eventjes een dingetje. Ik heb jullie natuurlijk ook verteld dat Frankie is geopereerd maandag. Ik heb daarna eigenlijk na de operatie wel eens een kort filmpje gemaakt volgens mij. Maar verder niet echt meer een update aan jullie gegeven. Maandag was namelijk een hel. Hij had zoveel pijn. En hij wilde niet liggen. Hij wilde niet slapen. Dus we hebben letterlijk, denk ik, met die drietjes een uurtje geslapen. En dinsdag was het oké. En eindelijk is het nu vrijdag dat hij zich echt helemaal op en top goed voelt. En het is nu ook zijn eerste kantoordagje. Dus ik denk, ik geef je even een updateje over Frankie. Het gaat gelukkig helemaal goed. Het verband is eraf. En ik heb een bench gekocht ook voor kantoor.
Hij mag absoluut nog niet lopen. En ik heb, het ziet er heel lelijk uit, de favoriete kussentjes van thuis natuurlijk ingedaan. Hé man, het gaat goed hè? Dus het is een challenge. Zoals jullie weten is Frenkie echt een hele drukke pup. En hij begrijpt er helemaal niks van waarvoor hij niet mag rennen en spelen met Cherie. Maar hij heeft ze al echt bij neergelegd, letterlijk en figuurlijk. En het gaat hartstikke goed. Dus ik ben blij dat dat achter de rug is. Ik merk nu namelijk wel met mijn hormonen die allemaal spelen dat ik het iets minder allemaal goed kan handelen. En Cherie was namelijk heel erg rustig. Die kon ik de hele dag op de stoel leggen en naast mij en was prima. Maar Cherie was ook wat ouder en hij is nog echt natuurlijk een puppy. En dat moet ik ook niet vergeten. En dan, maar hij doet het hartstikke goed. Kijk nou. Een kleine baby. Dus dat is achter de rug en hartstikke fijn. Sowieso, medisch centrum is echt gewoon perfect. Zulke lieve mensen en je wordt altijd zo goed behandeld. En ik krijg namelijk heel veel de vragen over die hondjes natuurlijk. Het ziet er natuurlijk ook heel schattig uit. Maar het is gewoon over het algemeen gewoon een KUT-ras. Of hoe zeg ik het netjes? Gewoon een, ja, net zoals een beetje als Engelse bulldog en mopshondje die altijd ook een korte neus hebben voor de adem. Het is gewoon, denk ik, gewoon te doorgefokt. Dus iedereen vraagt altijd aan mij, waar heb je het gekocht en wat zou je me adviseren? Nou, je mag hem natuurlijk altijd kopen, maar ik zou het niet adviseren. Ik zou liever een groter hondje doen die iets meer kan hebben en niet al die problemen heeft. Maar ze zijn wel onwijs schattig en ik heb hem nu toch al 2, dus ik heb er ook niet naar geluisterd, naar iedereen die het zei. Ik ga even mijn auto laten zien. Ik ben namelijk nu op kantoor, zo, en ik wil er nu iets meer ook kantoorbeelden aan jullie laten zien. Ik heb deze body gewoon van bij de Zara gekocht. Met een strapless BH, want anders zie je je bandjes. En dat vind ik niet zo leuk. Ik heb alleen huiskleur aan, het komt af en toe er tussendoor. En dan draag ik natuurlijk altijd iets van Reiner. Dus de Biker Cycle Short. Met die strooit gaatjes. En ons kopje. En ik draag echt tot nu toe alles nog in de maat S. Ik ben nu 4 maandjes, maar het gaat nog eigenlijk allemaal hartstikke goed. En dit is in de ochtend, maar in de avond heb ik echt een hele grote dikke buik. June, ik heb ook alle setjes van Cooper voorbereid. Onze wintercollectie gaan we alweer begin juli voor jullie posten. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. We hebben weer pruiken geregeld waar we weer online. En alle sets gemaakt. We hebben hele gave schoenen weer met de Reiners collectie. Wat nieuw is. Ja, ja. En ons Cherietje is vandaag 3 jaar. Ja. Dus ik ga ook vandaag even een taartje halen voor haar Cherietje. Mama en papa komen. En Romee en Daan en Mike en Shiel komen vanavond eten. Want ik heb vanavond een pret-echo met het gezin voor het eerst. Shiel en mama en Romee en papa hebben nog nooit een babytje gezien in mijn buik. Want dat mocht natuurlijk nog niet. Dus daar heb ik ook echt super veel zin in. Dus het wordt wel weer een leuke vlog voor jullie met heel veel divers beeld. Shiel de make-up vlog komt eindelijk online. Daar hadden we zoveel vragen naar hoe zij haar smokey doet. Frenkie eigenlijk zie je voorbij komen. En Glen Glow Masker. En de Moisturizer, het nieuwe product van Glen Glow. Dus een gezellige familievlog. Een beetje aan het bijkomen, allemaal van vorige week vlog. Zo, look what came in today at the office. Zoals jullie weten zijn we al echt enorm fan van Glen Glow producten. Oh. Stinky, ga maar zitten. Ga zitten. Ja. Wij hebben inmiddels deze al een tijdje in huis. En deze zijn we ook aan het gebruiken. De masker. Maar wat nu het leuke is, dat ze de masker nu roze hebben gemaakt. En 2 formaten. Dus dit kennen jullie al van ons. En wij gaan vandaag... Jules gaat voor jullie een dagboeksetting opnemen met haar make-up look. Omdat er heel veel vragen naar waren. En dan gaat ze de nieuwste product van Glen Glow gebruiken. De moisturizer. Het is een kokosgeur en hypoallergeen en alle parabenen vrij. Dus we zijn echt onwijs benieuwd naar dit nieuwe product. En dan gaan we jullie eventjes op de hoogte stellen wat wij hiervan vinden. Ook leuk om te weten is dat de verpakking nu ook allemaal is aangepast. Het kwastje krijg je ook in een doosje binnen. En ook je haarband en je face mask. Hoe leuk. Het heeft een beetje de Kylie Skin vibes, vind ik, met de pink. En hoe mooi is het marmeren tafel erbij. En mijn nails. Het heeft zo'n dip dye effect. En mijn nails ook. Match made in heaven. Dus ik ben heel benieuwd. We houden jullie op de hoogte. Ja, wij hebben eindelijk onze nagels weer kunnen doen. Yes, het is weer eindelijk weer open. En we hebben het wel gewoon bij 2 meisjes met een mondkapje en handschoenen gedaan. En echt privé, dus niet met andere mensen omheen. Nee. Normaal gesproken gaan we wel naar een soort in Haarlem. Het is een nagelsalon waar heel veel mensen zitten. Maar dat houden we nu wel eventjes af. En ook voor als ik commentaar krijg voor de baby. Het was geurloos en ik heb dit gewoon met verloskundigen besproken. Dus dit is gewoon voor eenmalig kankerlijk. Oh, jij. Dus we hebben eindelijk wel onze nagels gedaan. Ik heb geen allergie meer. En we hebben babyboom. We hebben dit gedaan voor onze nieuwste wintercollectie te shooten. We hebben dit afgelopen maanden gedaan. Dus het komt in onze volgende week vlog. Omdat we dit wel echt perfect bij onze look vinden passen. Dus de nails are back. De nails are back. Goedemorgen. Het is nu 7:30. Ik ben voor jullie
extra vroeg opgestaan om mijn make-up look te laten zien. Zit ik even in mijn badjas. Die heb ik ook mail gekregen van mijn allerliefste Burton Ed. Dus ik ga mijn make-up tutorial opnemen. Oké, where to begin? Zoals jullie weten zijn we 25 geworden. En zochten wij een goede dag- en nachtcreme. Aangezien je toch wel een beetje je huid moet verzorgen rond deze leeftijd. Dus nu is ons favorite brand, Laying Low, die hebben een moisturizer uitgebracht. En blijer kan je mij niet maken, want ik ben zo blij met de masker. Wij hebben aankomende maandag een shoot. Ik en Millie gaan het masker nog gebruiken op de puistjes die een beetje moeten uitdrogen. En ik ga dus nu een moisturizer gebruiken. Het wordt een beetje een beauty vlog. Ik heb gisteren mijn nagels laten doen. Ook super mooi, al zeg ik het zelf. Goed straks aan de kapper. En nu een make-up tutorial. Dit vind ik ook zo leuk. Die details van Glam Glow is zo leuk. Het leuke met Glam Glow is dat het ten eerste naar kokos ruikt. De mooiste reis is echt een kokos lover. En het is roze. Hoe leuk. Het is dierproefvrij. Dus dat is voor mij echt een mega pre. Het is bijna 97% all natural. En het ruikt naar kokos. Maar voor meer informatie kan je altijd naar de Glam Glow site. Het is dus heel erg goed als je een gevoelige huid hebt. En dat heeft Marie heel erg. Oh. Maar goed, dus gebruiken dus voordat ik ga slapen. Voordat ik mijn make-up op ben. Sinds een tijdje is dit product nieuw. Ik ben er heel tevreden over. Het zorgt ook voor dat mijn foundation lekkerder uitsmeert. Voor het slapen, als ik het masker heb gebruikt, daarna is je huid een beetje nog trekkerig van het masker. Dan gebruik ik ook de moisturizer. En hij ruikt dus heerlijk naar kokos. Dus dat is stap 1. Is de Glam Glow moisturizer. Ik weet dat ik super trots ben op Glam Glow. Het zijn van een masker. Gaan ze steeds meer uitbreiden met hun producten. Super goede recensies. Dus het is zeker niet dat ik dit aansmeer aan jullie. Maar als jullie op iets zoeken wat echt jullie huid verbeteren, zou ik Glam Glow adviseren. Dan begin ik met mijn foundation. Ik heb de NC30 van MAC. Studio Fix Liquid. Where did it cost? Je hebt ook een pompje bij de MAC. Wat je erbij kan kopen. Maar het kost 5 euro. En elke keer gooi ik het pompje per ongeluk weg met mijn oude foundation. Dus zoals nu heb ik weer geen pompje gekocht. Want ik zond mijn geld. Ik doe het gewoon dip. Oké, ik kijk af en toe eventjes deze kant op. Want daar staat mijn spiegel. Dan weet je dat. Van waar kijk je nou weet ik naar? Zo ziet mijn gezicht trouwens er nu uit. Het kan zijn iets een beetje licht is. Want ik ben door de zon wel echt bruin. Nou, dit doe ik zo lang mogelijk tot het helemaal is uitgeblend. Meestal pak ik mijn voorhoofd niet. Ik weet niet of dat iets geks is. Meestal alleen dit stukje en de rest blend ik uit. Dit is dus mijn foundation kleur. Als je wilt laten adviseren over bepaalde make-up producten wat je moet gebruiken, zou ik zeker ons vriendinnetje Harley contacten. Ik ben zelfs een beetje verveld op mijn voorhoofd. Oké, algemeen doe ik het dus met een kwast. Dan pak ik de beauty blender om het allemaal goed in te blenden. Ik heb altijd standaard volgorde waar ik nooit af ga. Oké, dit was mijn foundation. Dan ga ik door naar de wenkbrauwen. Ik maak altijd mijn gezicht schoon in de ochtend met een make-up doekje. Aangezien ik nooit make-up in de avond afhaal, maar in de ochtend wel. En dan gebruik ik ook het doekje tegelijkertijd om mijn kwastjes meteen schoon te maken. Om een mooi lijntje te krijgen. Dit kwastje is ook van MAC. Het is de 260 die ik gebruik voor mijn wenkbrauwen. En wat gebruik ik voor mijn wenkbrauwen? Is de Deep Dark Brunette. Ook van MAC. Dit zijn mijn wenkbrauwen zonder het product. Maar ja, zoals jullie weten houden wij onwijs erg veel van dikke wenkbrauwen. Ik probeer mijn kwastje heel plat te maken. Zoals dit. En dan trek ik een lijntje eigenlijk. Weer allemaal streepjes te maken zoals je ziet. En dan pak ik de onderkant en trek ik een strakke lijn onder. Zoals dit. En dan vul ik de bovenkant in. En dan heb ik een puntje. En het enige wat ik dan doe als allerlaatste is de voorkant vullen. Met wat nog op je kwastje zit. En voilà. Je hebt mijn Reiners wenkbrauw. Mijn Julie wenkbrauw. Maar die heeft een iets ander techniekje. Door naar de volgende. Ook weer je kwastje goed plat maken. En we beginnen met steepjes. Hier ben ik ook weer begonnen met de steepjes. En druk de lijn eronder. Je hebt hier een hoekje. Of ik heb in ieder geval mijn wenkbrauw die iets omhoog loopt. Dus daar pak ik hem ook meteen en dan doe ik hem weer naar beneden. Dat zijn mijn wenkbrauwen. God, het is zo vroeg dat ik nog een beetje ballen heb. Wat ik echt nooit heb. Maar goed, ik ga straks lekker naar de kapper. Ga ik mijn haar weer laten doen. Doe ik één keer in de week. Ik heb het vorige week gefeund. Dus er zit nog steeds een slag in. Maar het is een beetje uit. Maar het is logisch na een week. Oké, nu komt eigenlijk het allerleukste gedeelte. Ik ga nu mijn ogen doen. Daarvoor gebruik ik het palet van mijn beste vriendinnetje Harley. Wat alleen verkrijgbaar is online of bij de Bijenkorf. Dit palet heeft super mooie nude tinten. En het meeste wat ik gebruik is deze en die daarnaast.
En dan de witte kleur eigenlijk voor onder mijn wenkbrauw in mijn ooghoekjes. Maar ik ga het jullie allemaal laten zien. Ik heb hiervoor twee kwastjes. Ik heb hiervoor een wat ronder, langer kwastje van MAC. De 217S. En een wat kleiner, compacter kwastje. Ook van MAC is het 239S. Deze gebruik ik. Ik begin dan met deze kleur. Op mijn ooglid hier. En dan wrijf ik naar links en naar rechts. En die blend ik een beetje uit naar het einde. Dus ik begin in het midden te blenden naar links en rechts. Niet meteen naar het einde, want anders krijg je een lelijke top. En die blend ik zo uit. Waardoor je deze look creëert. Dus doe ik ook aan de andere kant. Eerst laag. En dan ga ik een beetje omhoog. Het ligt natuurlijk ook aan je vorm van je oog. Om die crease ook mee te pakken. Moet je natuurlijk een beetje zorgen dat je evenveel oogschaduw hier als hier gebruikt. Ik gebruik dus nu nog maar één kleur. En dat vind ik eigenlijk ook het mooiste met dit palet. Dit is eigenlijk mijn dagelijkse kleur. Look is een beetje overdreven. Maar goed, met corona heb je nog meer tijd om je mooiste make-up in dat te leren. Dus dan pak ik mijn andere kwastje. Pak weer dezelfde kleur. Deze. En die gebruik ik onder mijn oog. Dus die zet ik onder mijn eyelid. Heel dicht erop. Ik heb ook een keer de kleur oranje gebruikt van dit palet. Het ziet er niet oranje uit, maar dat is deze. Dus als je een keer een leuke oranje look doet, kan je dat doen. Zo, dat was eigenlijk heel simpel. Dat is hoe ik het gebruik. Dit is mijn alledaagse smokkie. Dan heb ik mijn concealer. Ook van MAC. Ik gebruik eigenlijk alleen maar MAC producten. Is dat Harley met de Atomic opmaakt. Met de fotoshoot. Dus eigenlijk kijk ik ook niet naar een ander merk. Want alles wat zij gebruiken vind ik gewoon top. En ik heb copy-paste en gebruik dan ook. Ik gebruik de MAC Studio Fix 24 Hours Concealer. Deze concealer gebruik ik nummer NC30. En daardoor kan je ook een mooie lijn trekken onder je oogschaduw. Wees niet bang om te veel concealer te gebruiken. Ik blend je straks allemaal uit. En ook aan de andere kant. Zo krijg je die mooie lijnen. Heb je niet. Maakt het niet uit met de oogschaduw als je een beetje rondig bent zoals ik. Ik pak ook altijd mijn neus erbij. Zo, boven mijn lipje. En hieronder. Dit doe ik niet alledaags, hè jongens. Maar dit is even mijn make-up look. Dan pak ik mijn foundationkast. Dan blend ik het uit. Eerst heel grof met de kwast. Ik ben hier wel een stuk bruiner geworden door de zon. Eigenlijk heb ik een kleurtje lichter nodig. Of donkerder. Maar goed, het is ook weer zo slecht weer in Nederland. Dus om nou echt twee foundations te kopen. Heb ik met een grove foundationkwast. En daarna blend ik hem met mijn beauty blender. Ik heb hem nu helemaal uitgeblend. Zoals jullie zien. En dan gebruik ik de Medium Plus Mirror Lies om over mijn concealer heen te brengen. Dat maakt het allemaal wat zachter. Dan gebruik ik nog de Brow Gel voor mijn wenkbrauwen. Gewoon in de kleur Clear. Die poeder ik dan omhoog. Heb je een iets wilder effect. En voor de mascara gebruik ik Dimension Black 3D Lash, ook van MAC, om de look af te maken. En dat zorgt eigenlijk dat het echt af lijkt. Hier ga ik even mee verder. Oké, ik hou er altijd van om mega veel mascara te gebruiken. Dus dit is mijn look af. Maar nog niet helemaal, want ik moet nog mijn poeder doen. Daarvoor gebruik ik ook Dark Plus van MAC. En dit kwastje. En daarmee shape ik goed me alsof ik hele mooie jukbeenderen heb. Goed op je jukbeenderen, voorhoofd en zijkant neus. Zie je al wat verschil dat is? En dan gebruik ik nog een blush als laatste. Melba, ook van MAC. En lach ik een beetje. Doe ik op mijn wangetjes. En dan last but not least highlighter. Een van mijn favoriete items om mijn look af te maken. Die gebruik ik van Oh Darling. Die is goud. En die doe ik dan hier. Hier. En op mijn neus. En boven mijn lip. En dan heb ik alleen nog mijn lipstick nodig. Oké, de camera viel uit, girls. Maar ik heb mijn make-up look dus afgemaakt met Lady Be Good lipstick van MAC. Dat is deze. Ik heb hem voor jullie meegenomen. Zo ziet het eruit. En ik ben net naar de kapper geweest. En ik heb een heel leuk outfitje aan. Ik heb een Heren Preston topje aan. En dan de Naked collectie. X-Skin Veenstra broekje. Super, heb maat 36. Beetje baggy, maar toch wel los. Want ik hou natuurlijk niet van spijkbroeken, dat weten jullie. Dus dat is eigenlijk mijn lookje van vandaag. En nagels gedaan, haar gedaan, make-up gedaan. Ik ben helemaal ready voor het weekend.
Oh ja, als jullie vragen hebben over mijn make-up. Eigenlijk heb ik alles via tips en tricks via Harley geleerd. Niet alles natuurlijk, want Harley kan nog steeds mooie make-uppen. Maar ik ga al die linkjes eronder zetten en welke producten ik allemaal gebruik voor de vlog. Dat was een tip van jullie van de vorige keer. Ja, dus als jullie vragen hebben, staat het onderaan de vlog beschreven welke producten ik allemaal gebruik. Even kijken over onze fotoshoot. Wij hebben deze week onze shoot gehad bij Cooper voor onze nieuwste wintercollectie. Wat eigenlijk juli, augustus uitkomt. We wilden natuurlijk naar Marrakesh, maar dat is allemaal niet meer mogelijk. Dus we gaan nu gewoon verschillende shoots plannen. We hebben wel heel veel backstage beelden gecreëerd, omdat we dat heel veel voorbij zien komen. Ook bij andere bekende mensen. En dat het ook wel iets toegankelijker is. En ook weer iets heel ander steltje voor de Reiners collectie. Dus we hebben heel veel leuk beeld, wat ook gewoon de kleding nog goed uitkomt. Ja, Harley heeft onze make-up er prachtig gedaan. En Peggy is de hele dag komen filmen, het vast te leggen. Ja, wanneer gaan we dit ongeveer posten? Ik denk begin juli. Ja, ik denk nog een maandje. Cooper gaat alle foto's bewerken. En we gaan ook nog veel verschillende shoots inplannen. Het was maar dag 1. En we hebben denk ik echt nog wel 4 dagen nodig om de collectie goed neer te alles zetten. Neer te zetten. Maar we hebben wel heel leuk varieerd beeld. En we gaan al vandaag de eerste foto posten van de zomercollectie. Dat je een beetje al een sneak peek hebt hoe we het hebben. En we hebben dus beeld gebruikt. Dus we hebben haar online gehaald. Een blonde en een zwarte. En ik ben echt blond. En Marie echt zwart. Je kunt, ja, ik denk dat je ook gaat zien hoe leuk het staat. Dat het precies. Andersom matcht het niet of zo. Ja, ik zou nooit een blond pruikje uitzoeken. En jij nooit zwart. Dus nee. Dat is wel echt heel erg leuk dat je dan weer een hele andere look kan hebben. En we waren nu wel even al die felle kleuren zat. Dus nu is het gewoon weer back to nude. Back to nude in de winter collection. Wij zijn at Marrieder Place. We wachten op Romee en Daddy. En then we're gonna see the baby. Not my baby, but hers. No, I don't have a baby voordat dat weer wordt verzaaid. Hè, Marie Reinders. En een kleine meid. Kijk wie daar is. It's Romee. Oh, what an only sister. Ja, ik ben echt een zus. Ben jij de zus van Julie en Marie? Marie is een eitje aan het maken voor Cherie. Wat is de verjaardagstaart? Oh ja, gefeliciteerd. Een eitje voor Cherietje. We dachten van ik koop weer zo'n achterlijke hondentaart. Maar Cherie houdt van ei. Kijk, ze ruikt het al. Cherie, gefeliciteerd. Kijk, ze ruikt het ei al. Kijk, ze ruikt het al. Oh. Mama, wat doe je? Lekker. Jezus. Wat een idioot. Heerlijk. Maar het stinkt toch naar vieze vaat? Nee hoor, het is goed voor je poriën. Het is goed voor je zo mooi huid. Kijk, blij zijn. Stink je wel ook een ei hoor? Je verjaardagstaart. Een eitaart. De lievelingseten. Lekker, meisje. Stink, jij vindt het niet zo lekker, hè? Mama heeft gekookt. Een kotsdreddy. Nee hoor, het is heel erg lekker. Poena, 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 poena. Weet je leggen? Dat jullie nou nooit huilen. Romee gaat zelfs huilen als we de echo gaan doen. Ja, ik nu al. Ja? Ja, ik vind het toch grap. Ik denk het wel. Nou, ik weet toch zeker. Ik zie het voor de eerste keer als nichtje. Nichtje. Ik ga, ga je nichtje noemen, dat vind ik zo ver. Dat, ja, ik noem het gewoon mijn kind. Oh ja, nee, ik ga het ook echt geen nichtje noemen. Nee, buh. Nee. Nichtje, nee. Buh. Heeft gewoon 4 moeders. Dochter. Ja, nee. Dochter. Mijn kind. Oké, wij gaan nu de baby naar kijken. Hey baby's. Naar hey baby's. De baby's kijken. Ja, weet je wel. Hey baby. Hey, hallo baby. 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 Baby's. Baby's. Zo heet ze zijn. Hey baby's. Hey baby's, zo heet ze. Oh, joh. Zo heet ze. Dokterspraktijk of zo. Nee, dus dit is echt een echo specialist. Echt echo. Wie van de twee zou zwanger zijn? Ik? Of Marie? Daar gaan wij. Woep. Woep, woep. Ik ben nu eventjes in de wind aan het paraderen. Honden niet toegestaan, dat is nou jammer. Jeetje, wat een donkerte. Zo, we zijn er weer. Peter is los, joh. Ja, dat weet ik. Dankjewel, moeders. Onderdaan. Onderdaan. Dan is het weer zoveel bewegen. Ja, nu is het avond. Marie, hoe voel je je? Ik voel me helemaal goed. En ik had ook wel verwacht dat het misschien wat moeier zou zijn dan jij met de shoot. Maar dat viel ook gewoon gelukkig reuze mee. Nee, tuurlijk zie je nu wel op de kleding mijn buik. Maar ik denk dat het niet heel erg is. Ik denk dat jullie het ook wel waarderen. Dat je ziet hoe het op twee verschillende lichamen nu gedragen kan worden. En het is eigenlijk wel heel erg mooi geworden. Ja, en top. Verder ben ik alleen in de avond wat moe. Maar het staat ook heel mooi. Want wat je nu aan hebt ook is ook heel mooi met je been. Ze gaat het dus. Maar het zit, kijk, dat is gewoon echt een heel mooi buikje. Dus we hebben eigenlijk alles alsnog twinning geshoot. En de samples zijn nog steeds
steeds maat S, dus maak je gewoon van alles maat S aan. Ja. Maar dan met een beetje een big belly. We hebben het wel echt expres deze maand gepland, want ik denk niet meer dat we volgende maand de maat S in alle stijls passen. Meestal met heel veel stretch wel, maar voor de banden en misschien de broek gaat het misschien iets te afknellen. Dus vandaar dat we het wel zo snel mogelijk hebben ingepland. En de volgende shoot willen we wel de volgende week gaan inplannen ook. Wat vond iedereen om erbij te zijn met de pret-echo? Nou, ten eerste, we hebben natuurlijk vanaf het begin, we zijn nog nooit mee geweest. We hebben alleen maar foto's en filmpjes kunnen krijgen. Dus dan weet je wel dat je zusje zwanger is, maar voelt het nog niet echt zo echt. En nu mochten we met z'n allen mee, wel op afstand natuurlijk, maar wij zijn van één gezin. Dus dat is dan natuurlijk wel toegestaan naar Hey Babies. Ja, het was echt wel heel gek. Op een gegeven moment, toen ik al die beelden zag, vond ik er allemaal niet zo, nou, niet zo veel aan als een groot woord. Maar gewoon nog steeds hetzelfde. Alleen toen je het hartje luisterde, toen kreeg ik het wel een beetje zwaar. Ja, als je die beelden ziet, is het nog wat onwerkelijk. Ook omdat je het niet voelt en ook nog niet echt heel goed door hebt. Maar toen het hartje werd beluisterd, toen was het wel heel erg emotioneel. Ja. En mama, papa, Romeesje waren allemaal heel erg blij. We zijn allemaal heel erg blij. Dus we gingen nog steeds checken of het een meisje is. Ja, het is nog steeds een meisje. En het wordt allemaal gewoon ons kindje. Ik ga niet mijn nichtje noemen, doe het ook gewoon mijn kind. Nee, klinkt zo ver weg. Mijn baby. Dus heel vaak ga je misschien mij horen zeggen over mijn baby. Dat betekent niet dat ik zwanger ben, maar gewoon dat ik het over mijn kindje heb. Ik en mama zijn onderweg om onze pruikjes op te halen. Want wij hebben maandag een hele leuke wintershoot. En daar gaan we deze pruikjes van The Real Hair Online van gebruiken. Het zijn weer nieuwe. Dus ik ben super benieuwd hoe ze gaan staan. Het zal vast wel heel mooi zijn. En we zitten nu lekker in de cabrio. Yes. Nice weer. Te flaneren. De cabrio is super warm weer. Woe. Is de volgende zon. Misschien zo. Top om te filmen. Zo, mams en ik gaan onze pruikjes ophalen. Voor de fotoshoot. Niet mijn pruikjes hoor. Nee. En dan gaan we even kijken hoe het is geworden. Het zal vast goed zijn. Dus gaan we even paden vandaag, vanochtend. En dan snel weer terug, want het is bloedheet. En dan gaan we lekker varen. Varen. I'm black now. Hoe leuk is dit? Deze pruik gaat Marie opzetten. De zwarte look. Ik heb nu blonde pruik. How nice is this? Oh, dit wil ik zo graag houden. Ah. Love this. Ik ga clip-ins passen, omdat ik eigenlijk mijn haar helemaal blond wil hebben, wat ik vroeger had. En nu clip-ins met deze. Ja, there we go. Geinig. Julie wil een keer zien een blonde pluk aan de onderkant. Ik denk dat ik mijn hele haar. Ze wilde haar eigen haar verven en dit is veel beter de optie. Grappig. En daar moet nog geknipt worden, want dit is gewoon lang. Oh, vind ik leuk. Ja, een krul en dan een beetje... Ja, leuk. Dat vind ik heel leuk. Oh, zo. Dan doe je dit toch? Bland. Ja, ik denk dat we ook wat kleine plukjes hier kunnen doen. Want kijk, nu heb je heel donker. Ja, dat wil ik dus ook voorstellen. Want maar ze wilde eigenlijk hier een lichte pluk helemaal. Ik wil eigenlijk licht verven. Ja. Ja, maar kan je daar niet een heel kleintje onder zetten? Ja. Dat zou ik eens proberen, Jill. Oh, ik vind het heel leuk. Maar deze kleur staat hier. Ja, is beter. En dan moet er slag in alleen nog. Enig. Leuk, hè? En Marie kan dat met zwart misschien doen. Ja, Marie, want deze kleur staat weer heel mooi en heel zacht bij je eigen haarkleur. Ja. Ook als je zwart aan hebt, dan zie je het ook nog beter, hè? Inzetten, maar dit wordt heel fel. Ja, nee, dit is helemaal gelijk. Oh my god, I'm blond now. Ah, dat vind ik zo mooi. Ik ga mij bellen. Mama is ook bezig. Nee, hier nu zit er niks in hoor jongens. Maar mama wilde misschien voor een lange vlecht. Of een staart, weet je wel. Of een staart iets. Ook wel op zich een prima kleur. Ja, gek. Ja, ik vind het wel grappig. Ja. Ja, hij moet niet zo lang. Hi Marie. Hallo. Al die kleuren. Als jullie op zoek zijn naar clip-ins, moet je echt hierheen. Hier ligt mijn haar. We gaan de volgende keer dit helemaal leuk filmen en mooi knippen en dat helemaal de look af is. How gorgeous, hè? Is dit? Ja, ik wil wel heel snel. Oké, we hebben onze pruikjes gepast. Leuk. En mama heeft ook haar gepast. En de volgende keer gaan we terug om het helemaal af te maken, het lookje. En nu heb ik natuurlijk niks in, maar ik wil gewoon wat blonder. Over de pruiken. Ik ben dus in een ver verleden helemaal blond geweest. Van hier tot hier. Vond ik toen heel leuk, aangezien ik gewoon blond haar heel mooi vind. Toen is mijn haar zo beschadigd dat ik het helemaal heb laten uitgroeien. Dat heeft denk ik 3 jaar geduurd voordat het er helemaal uit was. Ja, vandaar dat jouw haar ook iets korter is dan dat van mij. Mijn haar is echt tot hier. En Marie haar is echt al tot de heup. Dus we hebben die pruikjes opgehaald bij Wilhelm Online. Ik met mama, want Marie was thuis met Frankie. Want ik kan niet zo heel veel doen met Frankie erbij. Nee, ik kan nog niet echt weg van huis zonder dat ik hem meeneem. Nee, dus toen hebben we de pruikjes opgehaald. En toen had ik dus over hoe
hoe leuk ik dat blonde vond staan. En toen zei Funa, de eigenaresse van Beulah Online, van hoezo heb je niet een keer banen dan? Dat je gewoon voor de leuk een keer erin kan zetten. Dat je toch nog een beetje blond lijkt. Dat vond ik een top idee van Funa. Ja, ook veel, het is ook niet dat je je eigen haar beschadigt. Nee. Het is ook gewoon leuk voor af en toe. En het is ook niet zo dat je het helemaal vast ingezet, maar het is gewoon voor de leuk. En Jill had gewoon weer dat lange haar zoals vroeger. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien. Ja, en ik ga zo nog twee kleine blonde plukjes hier maken. En dan heb ik dus dat. Maar de blonde pruik die wij hebben geshoot, die ga ik zeker ook nog een keer opzetten. Want die vond ik gewoon super leuk staan bij iets stoer. Dus dat hele korte haar. Ik vond mezelf en jou ook echt heel gaaf staan. Ja, soms is dat lange haar ook niet zo heel erg leuk, omdat je echt alles verborgen ziet. Als je iets moois straks aan wil, is dat korte haar ook leuk. Dus wij zijn zeker wel van de pruiken en variëren, ja. Maar niet echt schadelijk voor je haar. Niet verf of zo, zou nee. Ik nooit doen. Nee, en wat we aan deze pruikjes leuk vinden, zijn dus alledaagse kleuren. Dus die kan je veel vaker dragen dan neon pink. Die hebben we ook wel gedragen in Ibiza veel, maar dit is gewoon veel toegankelijker en lijkt veel echt. Dus we gaan jullie zeker in de volgende weekvlog meenemen hoe Jill de banen uiteindelijk worden. Ik mag ook een kleurtje uitzoeken. En ik ben nog aan het twijfelen tussen zwart of roze. Ik vind de roze heel leuk. Maar ik denk dat ik gewoon roze ga doen, omdat eigenlijk alles nu dit jaar roze. Je eigen haarkleur, gewoon een beetje de blush aan de onderkant. En het heel mooi is. Ja. En voor de rest, wat gaan jullie volgende week zien? De fotoshoot. Ja, hoe wij onze pruiken opzetten, onze make-up. En ook meer over ons dagelijks leven en over kantoor. Verder hoe het met Frankie gaat. Tot nu toe is een verbandje eraf. En volgende week gaan ze hechtingen eruit. Dus dit laat ik ook filmen. En ons allereerste stranddagje. Want het is nu eindelijk toegestaan. Dus dan gaan we voor het eerst weer lunchen. En jullie zien ook wel veel meer van de babykamer te zien komen. Want ik krijg volgende week de eerste spulletjes. Dus ben je nu benieuwd? Blijf kijken, blijf abonneren en love, fijners!